Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuw Ups and Down. En er is weer jarig. Hoera, hoera. En we gaan nu zingen. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piepe de piepe de piep. Hoera. Van. Yeah. Oh, heb je ouw gedaan? Och manneke. Papa, jou eruit halen? Ja? Dan gaan we een cadeautje kijken. Ja. Even kijken. Kijk eens. Nee, hier. Hallo. Zit je? Wat is dat? Wat? Je is allemaal versierd. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Dat is jouw cadeautje. Ja. Moet je deurtje dicht doen. Ja. Maar lopen. Oh, geweldig. De tuteren. Hij vindt hem leuk. En hij gaat inderdaad zo tv kijken. Ik had gisteren voorspeld, Liam gaat in dat ding tv zitten kijken. Dan wordt zijn tv stoel. Nee, hij is voor buiten, ja. Maar om nu gewoon eventjes hem te laten zien dat hij het cadeautje heeft gehad, kan hij even binnen ermee spelen. We zijn nu ruim, ik denk bijna een half uur later en hij zit er nog steeds in. Hey! Hey! Ja! Ja! Jordi zit daar. Sammy zit bij mij. Jibbe jibbe jibbe. Hij vindt het echt hartstikke geweldig en leuk. Jee. Kijk uit, je hoeft je wat tak aangereden. Hij denkt, die deur hoeft er niet open, want ik ga het er niet uit. Nee, die maakte die net open. Hij heeft eventjes de tijd genomen om een flesje te drinken. En toen is hij weer gelijk in het autootje gestapt. Ja, gaan we jullie zo aankleden allemaal? Ja. Want jij gaat naar schooltje. Je gaat op je verjaardag daar vieren. Ja. Hi. Het had even wat voeten in de aarde, maar we hebben Liam omgekleed. We hadden een giraffenpakje voor hem, die was te klein, want hij is in een korte tijd flink gegroeid. Toen hadden we een berenpakje aan, die wou hij niet aan. Nou hebben we een soldatenpakje. En ik zei je nou met de tractaties. Oh, ik moet denken jongen, dat is niet goed. En dan gaan we Liam nu naar schooltje brengen. En gaan we even kijken hoe het allemaal loopt. We hebben Liam afgezet op school en de tractaties afgegeven. En nu gaan we even wandelen naar de winkel. Yay! Ik vind het wel nog steeds heel erg stom dat je met zo'n dag als vandaag, zoals een verjaardag, dat je dan niet even naar binnen mag. Dat je al even, misschien ben ik dat als mama, maar dat vind ik dan wel weer jammer. Maar ja. We doen het ermee zoals we het moeten doen. Gelukkig maakt ze foto's. Gelukkig maakt ze foto's. Dus, en het is vandaag carnaval. Maar wij gaan even naar de winkel.
En we zijn weer thuis. We hebben boodschappen gehaald, we hebben taartje voor Liam gehaald. Want dat doen we straks als hij wakker is, doen we taartje eten. Want ja, dat heeft geen nut als we terug gaan van school. Nu krijgt het kindje lekker fruit. En is het om 11:30 weer tijd om Liam te halen. Wij hebben deze grote jarige Job alweer opgehaald. Hij is nou lekker zijn kastantje aan het eten. Papa, waarom zit je nou dit papa als mama bij jou is? Ik ben toch mama? Ik ben geen papa. Nou, hij had het heel leuk gehad op school. En Sam krijgt nu zijn flesje. En dan gaat hij zo naar bed. En dan krijgt Liam daar ook lekker een verjaardagsflesje. En dan gaat hij ook naar bed. En Jordi ook. Precies hetzelfde verhaal. Hè? Mwah. Lekker stukkie. Yay. Had heel leuk gehad. In je mond. De jarige Job, die is weer wakker. Die wordt nu boven gehaald door Niels. Of Niels gaat hem nu boven halen. En ik ben ook aan het uploaden. Want Liam ook had gehad op zijn schooltje. Was deze. Super vet. Alleen hij wilde hem niet ophouden. Dat was echt tegen Liam zijn principe in. Dus ja. Ja, ik ben het taartje mee proberen. Dat mag papa doen. Mama die houdt zich daar verre van. En ook echt gewoon er gelijk heen lopen. Ja, ja. Hey, hallo. Ben je wakker? Dan moet je slapen nog. Daar gaat hij hoor, Fred Flintstone. Jabbedabbedoe! Is ze een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben jij. Vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Zal papa blazen? 1, 2. Yay! Papa jou helpen, hè? Dus YouTube, mij nou niet blokken. Ik heb dit niet bedacht en ik zeg het ook niet. Het heet gewoon zo. Kijk, het staat hier ook letterlijk op. Papa Big is erg trots op zijn pompoen. Pompoenen zijn de enige dingen die ik kan verbouwen. Waarschijnlijk omdat ik zo van pompoenen ja. Kom mee, George. Hengie. Zo. Lekker. Susie Schaap en Kelly Konijn rijden op hun fiets. Je vindt spekje niet lekker, hè? Doe maar dat spekje aan elkaar. Laten we naar papa. Moet je ruiken? Als we naar papa's pompoen racen, moeten we oppassen dat we niet tegenaan botsen. Papa zal erg verdrietig zijn. Hij mist. Dat liefde, Joef. Het is geen chocolade en suiker. Ik win. Peppa en haar vrienden racen naar de de zijwieltjes van Peppa's fiets af. Weet je zeker dat je gaat fietsen zonder zijwieltjes? Ja! Maar dat heb je nog nooit gedaan. Ik kan het wel! Ik kan het! Ja, ze zijn. Ik kan hem aan het filmen niet laten kijken. Niet grappig! Dat zullen ze jou nooit snel meer zien doen. Zal ik even Ja, grappig! Nou, we hebben het weer meegemaakt hier. Liam was aan het spelen en doordat hij zoveel spanning en alles vandaag heeft gehad, kwam alles er helemaal uit.
Dus eigenlijk wou ik pannenkoeken eten, maar ik zeg tegen Niels ook. Zeg, dan kan ik beter iets maken wat, ja, wat rustgevender voor de maag is. Dus ik heb ragout gemaakt voor de kinderen. Wij hebben zelf dan wat eten besteld. Ja, wij aten eigenlijk dan ook pannenkoeken. Dat eten we een andere keer. Dus wij gaan de kindje eten geven. En als ons eten er is, dan gaan wij zelf ook eten. Een hele goede morgen. Nee. Liam is weer niet uit zijn auto te slaan. Sam die is daar ergens aan het spelen. En Jordi ligt nog in bed. Die gaat Niels zo uit bed halen. En dan gaat hij boven met een vriend weer klussen. En dan totdat de kinderen op bed liggen. En dan gaat Niels hem even helpen. Dus het is vandaag een druk dagje. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ja, mijn ramen zijn weer vies. Hoe is het met jou? Nee, ik ga ze nou niet wassen. Ik vertik het echt, ik zweer het je. Laat maar lekker even wel zijn. Vandaag ben ik bij... Ja joh, precies op het goede moment. Vandaag ben ik bij Sam begonnen met de Rapley-methode. En waarom? Hallo, je deed het de hele tijd zo goed. Hij kan het gewoon hoor, hij moet gewoon leren. Zie je? Hij kan het gewoon. Waar Jordi alles zeg maar geprakt en kapot en alles gemaakt moet hebben en hij nu dan wel brood in stukjes eet na lang oefenen. En Liam altijd alles in stukjes aangeleverd wil hebben en nooit een keer anders wil. Nu eet hij dan wel broodjes tegenwoordig zo uit de hand. Maar dat heeft hij eerder nooit gedaan. Sam die wil echt alles in stukjes, zeg maar alles zelf, de stukjes eraf bijten. Zo heeft hij vandaag al een hele banaan op en een hele grote aardbei. Dus ik ben daarmee begonnen, want hij wilde geen fruit meer, hij wilde niks meer wat dat betreft. Dus ik zeg tegen Niels ook van ja, dan moeten we daar ook een beetje naar kijken en daarop reageren en echt het kind lezen. Dus dat ben ik nou aan het doen. Zijn krentenbol heeft hij inmiddels in stukjes gekregen nu. Die heeft hij zelf allemaal in stukjes gemaakt en hij eet nou iedere keer zelf een stukje, iedere keer. Dus ja... Prima, als je maar eet, vind ik het goed. Dit is één. Ja, en dan snap je het al. 2 en 3 heb ik dus niet gefilmd. Nou, daar heb ik een goede verklaring voor. Liam die kreeg een beetje een woedeaanval. Omdat hij zich om moest kleden en die stopte pas toen hij naar bed ging. En Jordi hebben we moeten helpen. Waardoor ja, hij ook een beetje over de zeik was natuurlijk. Vanwege het hele poepverhaal. Dus nee, daar heb ik niet meer gefilmd. Wat ik daarna wel heb gedaan is, toen de kindje op bed lagen, gelijk alles eventjes aangepakt. Alles staat nou even hier. Het is allemaal aan het drogen. Niels is even douchen. Ik ga dan even douchen, pyjamaatje aan en lekker op de bank. Daar heb ik behoefte aan. Dus dat is wat we gaan doen. Ik heb ook wel wat lekkers gemaakt. Ik heb wrapjes gemaakt met zalm en met kip. Dus ja, lekker smullen dadelijk. Een hele goede morgen. Daar zit de directeur. Liam, dat is niet de bedoeling, hè?
Die telefoon wegleggen. Die is van papa. Jawel, van papa. Afblijven. Jawel. Wegleggen. Oh, ze, papa krijgt de luier van Sam open. En die komt een hele scheid-tirade tegemoet. En jij bent ook best wel vrolijk, hè? Ja, je wil knuffelen. Oh, niet enthousiast, hè? Niet te enthousiast, vriend. En je bent wel poepen, ruik ik. Jezus. Liam, wat is er tegen jou verteld? Ja, afblijven. Geef die telefoon aan mama. Nu. Papa geven. Nu. Papa geven. Geven. Papa geven. Hij, er zit, is iets op te zien, ik weet niet wat. Ja. Zijn kanker nou een kwartier niet gebruikt. Dat is al een paar keer eerder met Niels' telefoon gebeurd. Maar ja, hij laat hem ook op de bank liggen. Hij is wild. Niels is momenteel bij zijn moeder met Liam, voor de verjaardag van Liam. En de twee overige Bambix-bendeleden, die zijn Boema aan het kijken. Ik ben ondertussen van alles aan het doen, de was. En nou, ik heb fruit gegeven. Dus we zijn goed bezig. Niels die is bezig met de trampoline op te bouwen, was bij oma. Ja, leuk. Ja. En Jan heeft daar een beetje de boel rond over rennen. Ja. Ik ben nog even naar de winkel geweest, want ik moest nog even een klein cadeautje hebben voor mijn vader. Ik heb parfum gekocht. Hij stinkt namelijk. Nee, is een grapje. Maar toch, vond ik het nodig. Ik ga zo dadelijk, als Niels klaar is, ga ik hier opruimen. Alles even fatsoeneren. En dan komen mijn ouders weer op bezoek. Kindje ligt te slapen, zover ik weet. En daar doen we het mee. Oh, en ja, ik heb ook nog even wat boodschapjes schoon gehaald. Zoals brood, dat soort omgaan. Allee! Smaakt het niet lekker, jongen? Jawel, hij vindt het wel lekker. Alleen hij heeft al gedronken, dus ik denk dat hij het gewoon niet wil. Ik ben zat, jongen. Ik heb het gezopen. Ik denk dat hij moe is. Heb je van oma gehad, hè? Dankjewel, papa. Nee, dan wil je oma in de avond blij mee maken, man. Ja, eigenlijk was het voor Sam. Sam vond het wel leuk, maar hij kaapte het. Ja, ja. Nee. Niet op de grond. Op de tafel. Of op de tafel, hè? Doen we niet. We gaan niet op de tafel slaan. Oeh. Nee, anders neemt opa het af. Hé, hey, gegeven is gegeven, hè? Hallo. Dit is voor opa. Zeg maar nee, is van Liam. Liam, hè? Ja, hij weet nog niet wat hij moet doen. Wow. Kom maar. Ik zet even jouw koffie in. Dit is een mooi ding. Wat is dat? Ja, die had je bij je grote neef ook gezien, hè? Die dingen op kunnen. Camilo, ja. Papa heeft hem goed gezet en dan kan je daar springen. Wat is dit nou? Maar springen. Wat doe je daar? Die springen. Ik denk dat hij eerder denkt dat dit een tent is of zo. Een doorzichtige tent. Joef, hou op. Ik ga Joef naar IP. Kom eens. Waar staan. Kom maar springen. Kom maar springen.
Dat is wel makkelijk voor dat hij zo achter hem mee kan. Nu springen. Hier kloppen. Ja. Niet springen. Doe maar springen. Springen. Doe maar springen. Joef, hou eens op. Yay! Je moet even wennen dat je dat alleen doet, hè? Ja. Sam zat er nu niet bij. Nee. Ja. Yay, springen! Springen! Doe maar springen. Spring. Nou, dat was mijn weekendje wel, hè, papa? Mm-hmm. En Sam die is nog steeds wakker. Die wil niet slapen. We denken dat hij last heeft van zijn tanden. Maar hij wil ook niet in bed liggen. Nee. Dus hij zit nou even lekker bij papa. We hebben de boel al een heel eind opgeruimd. We moeten eigenlijk nog stofzuigen. Maar ik denk dat we dat maar even laten. Want anders dan is Sam daar weer over de zeik. Mm-hmm. Dus morgen weer een dag. En dat maakt ook gelijk de einde aan deze vlog. Want Jordi is ook nog wakker boven. En daar moeten we ook even tijd aan spenderen. Dus bij deze gaan we deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.